NV Havenbeheer Suriname heeft vandaag haar jaarafsluiting gehouden met personeelsleden. Hierbij zijn de jubilarissen gehuldigd en is er afscheid genomen van de gepensioneerden. In verband met haar 45-jarig bestaan van havenbeheer heeft zij een donatie tussen de 7.500 en 10.000 SRD gedaan aan enkele instanties en scholen in de directe omgeving van de haven. Volgens Andreas Talea, directeur van NV Havenbeheer, was de uitdaging dit jaar de concurrentie die zij heeft ondervonden en de precaire economische situatie, waarbij er minder geïmporteerd is. Talea verwacht dat het jaar 2017 heel bijzonder wordt. Omdat we op de vooravond staan voor investeringen die we denken te doen. Op een andere manier om te gaan met de haven-gerelateerde activiteiten. We hebben in gedachten onze vleugels uit te slaan naar het stimuleren van de export. Dus exportgerelateerde industrie. We denken daarbij aan een industriezone, een mini-industriezone waarbij we terreinen ter beschikking stellen aan de industriesector om hun activiteiten te ontplooien, zodat zij dan op hun manier, op hun gebied, die exporten kunnen gaan stimuleren. Talea zegt verder dat havenbeheer door het stimuleren van de export probeert het handelsvolume te verbeteren. In 2016 hebben we ervaren dat het volume dat het land uitgaat, maar ook binnenkomt, gedaald is. Andreas Talea, directeur van NV Havenbeheer Suriname, we spraken hem vandaag bij de jaarafsluiting van NV Havenbeheer.